My god, goeiemorgen! Wij staan op. En check dit. Oei, het ruimt wel veel. Check dit. Dus er is heel veel leuke sneeuw. Het is helemaal niet zo koud. Mijn huppie Chuppie heeft 6 uur aan een stukje slapen. Hé lief? Maar, nog goed nieuws. Want... wij hebben de vertaling van de geboorteakte binnen gisteravond. Alle documenten staan klaar voor verzending. We hebben alleen natuurlijk een scan gestuurd naar de ambassade, dat de ambassade dat eventjes kan nakijken. Niet dat er weer fouten in staan en dat wij dat opsturen en dat weer verloren tijd is. Dus laten we hopen dat dat wordt goedgekeurd, die vertaling, dat alles in orde is. Sinds gisteren staat in de krant dat ze de borders gaan sluiten hier. Dus dat niemand meer in of uit het land kan met de auto. En het plan is natuurlijk om met Buddyke en Bojan met de auto het land te verlaten. Dus het gaat spannend worden. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gebeld naar de ambassade met de vraag van... kijk, kunnen we alsjeblieft niet het reisdocument krijgen? Je hebt 2 procedures. Een gewoon paspoort, dat duurt 7 tot 10 werkdagen. En je hebt een reispaspoort. Dat is op 1 dag klaar. Maar dat is maar 1 maand geldig. Dus dan gaat je daarmee naar België. Dan gaat je daarmee naar Brussel. En dan vraag je daar het paspoort, het echte paspoort aan. Nu, dat reispaspoort, dat kun je normaal gezien alleen aanvragen als je daar aan het loket bent. Maar ze zijn nu aan het kijken of dat ze geen uitzondering voor ons kunnen maken, omdat wij hier geen ambassade hebben. Wat dat zou betekenen... oh my god, ik sta te shaken. Dat we dus toch kerst en nieuwjaar gaan halen. Maar ik ga nog niet te blij zijn, want voor hetzelfde geld bellen ze in 1 uur om te zeggen dat ze geen ogen kunnen toeknijpen en dat het toch een gewoon paspoort wordt. En dan missen we toch kerst en nieuwjaar. Dus, en plus, dan wordt het ook nog een heel gedoe of dat we het land wel uit kunnen met de auto, met Buddyke. En ik wil Buddy echt absoluut niet in het vliegtuig steken, want Buddy is te groot om bij ons te zijn. Dus die moet in het ruim en dat zie ik echt niet zitten. Maar laten we gewoon hopen dat ik binnen het uur het nieuws krijg dat we toch dat reisdocument krijgen. This is the most stressful day of our entire life. Oh no, oh mommy. No, that was giving the bird. Giving the bird was easy. I know what I needed to do and that everything will be fine if we're in the hospital. But now, for the moment, I don't have idea what I need to do. Because also the Belarusian people, they don't know what they need to do. Normaal gezien zouden we binnen het uur een mail hebben. Na 1,5 uur heb ik dus opnieuw gebeld naar de ambassade. En ze hadden nog niks beslist. Het is nu al 10:30, 11:30, 12:30. Het is nu al 2,5 uur verder en ik heb nog altijd geen e-mail. Dus ik ben aan het ijsberen. Ik ben 100.000 keren de e-mails aan het refreshen. En ik denk als ik een e-mail heb, dat mijn hart even gaat stilstaan. So daddy, what is the update for the documents? The update for the documents that... for the moment we are not getting traveling documents. For the moment, no, but we send it our papers. I mean transportation and that formula what you fill in. Yeah. We send it to the embassy. Is this your charge? Yeah. From the room? Yeah. So, the papers will be on Monday or Tuesday in the embassy. Yeah. And embassy told you that one day, yeah, we don't know what we're gonna do. What we're gonna get. Ja, dus voor het moment zeggen ze dat ze geen reisdocument kunnen aanmaken, omdat ze dat niet per post kunnen versturen. En dan
kreeg ik wel een document toegestuurd wat ik moest invullen voor aanvraag voor een reispas, omdat ze maandag opnieuw gaan samenzitten om te kijken of dat er toch geen manier is om dat toch te doen voor ons. En anders dan wordt het een gewoon paspoort en dan moeten we 7 tot 10 dagen erop wachten. Dus alles is verzonden, de vertaling van de geboorteakte en alles. Alles is naar Moskou. En nou het waiting. Wij hebben eten besteld van een Italiaans restaurant. Ik heb carpaccio als voorgerecht. Bojan heeft bruschettas. Bruschetta met paté. What do you have here? It's a steak? This is, yeah. Steak with paté. I have... it's with the shrimps also. En ik heb nog pasta pesto met scampi's. What are we gonna do? We're gonna drink the whiskey. And this whiskey we got it for the birth of our boy. Oh my god. Put it there. Yeah? Ik heb nog nooit whiskey gedronken, maar Bojan heeft. How many bottles? 1, 2, 3, 4. And one. No, fourth is here. Fourth is here, but also one more. Yeah, it's with Boris. Yeah. Oh yeah? And so I got it 5. Okay. 5 flessen whisky heeft hij gekregen. 4 bottles of whisky en 1 bottle of cognac. Aha. Dat is een idee. En voor de geboorte van Matija, dat is blijkbaar traditie in Servië. Dus wat gaan we doen? We gaan whisky tasting doen. Ik heb dat nog nooit gedronken. Ik ben benieuwd. Ik ben sowieso al niet zo goed met alcohol. Bojan had al wijn open gedaan. Omdat hij vergeten was dat we whisky tasting gingen doen. De cola staat al daar, staat al klaar om te verdunnen. Als ik het niet ga lusten. When you hear somebody drinking whisky with Red Bull, that is not good. No? That they are saying that is the... Like a bomb for your heart. Aha. Ja, Bojan is zat. Huh? What time? Dead? Drunk. How many whiskeys you had with the cola? This is your 6th? No, it's 6th. No, it's not even 5th. Yes, it is. 4th or 5th? No, that is for sure 5th. En ik ga slapen nu, want er moet iemand deze nacht wakker worden voor Matjakke natuurlijk. So, I'm sleeping in the guest room? Yeah, you're sleeping in the guest room. And say to them that I'm watching the best serie in the world, no. Vikings. What stupid serie. What a stupid serie. Ask all the older followers what they think about this thing. This one and the Casa de Papel, my favorite. Yeah, okay, Casa de Papel I can understand, but this one is so old and so... Because this one, I like it so much to watch. Allez, say goodbye, because mommy is going to sleep. Goodbye, my guys. Hello, you. Oh, slaap lekker en tot morgen. All the boys and girls on Christmas.